dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn, hebben wij de afgelopen 14 jaar wel ondervonden. Maar gelukkig is mijn lijfspreuk: zonder strijd geen overwinning. En mede daarom was dinsdag 20 mei 2008 de mooiste dag uit mijn carrière. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en zolang als het bestaat tegen de stroom ingaat als het recht zijn loop nog niet heeft gehad. En dus zult u er niet van opkijken dat we vanavond voor de 44ste keer, jawel, aandacht aan de Puttense moordzaak besteden. Ik praat uitvoerig met de vader van de nu gearresteerde verdachte Ronald Pieper, die Christel Ambrosius in het huisje van haar oma zou hebben verkracht en vermoord. Wat gaat er door je heen als de politie 's morgens vroeg aan de deur staat en zegt dat je zoon wordt verdacht van een van Nederlands meest geruchtmakende moorden? Maar ook het puttenteam, waarmee we jaren en jaren aan deze zaak hebben gewerkt, is vanavond weer een keer in oude samenstelling bijeen om alle ontwikkelingen en gebeurtenissen te bespreken. Voor het zover is, besteden we echter eerst aandacht aan een andere dwaling, waar na jaren van strijd ook nog geen gerechtigheid is geschied en justitie nog steeds de andere kant op kijkt als de fouten moeten worden erkend. Deze reportage gaat over de nachtmerrie van de Amsterdamse zakenman Kenneth Ehigen, die 7 maanden volkomen onschuldig in de cel zat door een domme persoonsverwisseling. Excuses? Vergeet het maar. Schadevergoeding? Kom nou. Ik zei het al in de aankondiging. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Dit is Kenneth Ehigen, een 40-jarige Nigeriaanse zakenman die al bijna 20 jaar in Nederland woont. Een man die bezig was een mooie toekomst op te bouwen in ons land, maar nagenoeg berooid achterbleef na een blunder van justitie. Een man die in een roman van Kafka leek te zijn beland toen de politie hem ten onrechte in de cel gooide en hem 7 maanden vasthield. Een man die al jaren vecht voor zijn recht, maar inmiddels heeft geleerd dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende zaken zijn in Nederland. Ik vind dat ik word gewoon als een tweederangs burger behandeld. En ik vind het gewoon schandalig dat het zo lang moet gaan duren. Het is gewoon onbeschoft en discriminerend. Een week voor kerst valt een 10-man tellend arrestatieteam een woning binnen in de Amsterdamse Bijlmer. De arrestant is de zakenman Kenneth Ehigen, eigenaar van een Amsterdamse fotozaak en een internetwinkel. Met veel bombari wordt hij van zijn bed gelicht door de Amsterdamse politie. De politie deelt de verbouwereerde man mee dat hij ervan wordt verdacht lid te zijn van een internationale criminele organisatie die op grote schaal heroïne smokkelt van Turkije via Italië naar Duitsland en Nederland. En dat is niet alles. De rechercheurs stellen dat Kenneth Ehigen zelfs de spil is van deze bende en hij verantwoordelijk is voor 4 drugstransporten van in totaal 24 kilogram heroïne. Het onderzoek naar de zaak wordt gedaan door de Duitse recherche en de Nigeriaan zal zo snel mogelijk worden uitgeleverd. Zo is de boodschap die Ehigen op het bureau te horen krijgt. Het is alsof de grond onder de voeten wordt weggeslagen van de ondernemer. En zeker als hij hoort op basis waarvan hij als drugsbaas wordt aangemerkt.
De verdenking zou louter en alleen blijken uit deze foto. Het gaat om een vakantiefoto die in Turkije is gemaakt door een vrouwelijke koerier van de bende. De smokkelaarster, die in november 2001 is gearresteerd, heeft in Turkije haar heroïneleverancier gefotografeerd. Een man die zij kent onder de naam Mike. De Duitse recherche gaat op zoek naar deze Mike. Het onderzoek leidt tot de arrestatie van een groot aantal verdachten in Duitsland en in Nederland. Waaronder Sandra, de schoonzus van Kenneth Eigien. Zij identificeert in een fotoconfrontatie deze Mike, de man op de foto, als de halfbroer van haar man. En deze halfbroer is niemand anders dan Kenneth Eigien. Nu heet Kenneth weliswaar geen Mike, maar dat zou nog een alias kunnen zijn. De Nigeriaan is totaal van de kaart als hij dit hoort. Hij roept uit dat hij nooit in Turkije is geweest en dus niet de persoon kan zijn die de Duitse politie zoekt. Hetgeen via zijn paspoort makkelijk te controleren is. Maar tevergeefs. Kenneth verdwijnt voor maanden in de cel. Het dossier over Kenneth laat zich lezen als een echte soap. Het is een opeenstapeling van blunders, missers, nalatigheden en treiterijen door politie, justitie en de rechterlijke macht die zijn weerga eigenlijk nauwelijks kent. 7 maanden lang moet een volstrekt onschuldige man toezien hoe politie en justitie het net rondom hem aan het sluiten zijn. Willens en wetens. Terwijl men met een paar simpele handelingen had kunnen vaststellen of hij wel of niet de waarheid vertelde. Maar deze sepert duurt tot op de dag van vandaag voort. Omdat justitie bang is voor een uitglijder. De eerste fouten zitten in het politieonderzoek. De advocaat van Eigien ontdekt dat de Duitse politie heeft geblunderd met de fotoconfrontatie die hen op het spoor zette van Eigien. Toen de schoonzus van Eigien drugsbaas Mike uit de foto haalde en aanzag voor haar zwager, bleek dat de fotoconfrontatie niet voldeed aan de internationaal geldende regels. En dat is niet alles. De Duitse recherche laat aan de drugscourier die haar heroïneleverancier in Turkije had gefotografeerd geen recente, maar een verouderde foto van de gearresteerde Eigien zien. De smokkelaarster is er dan allesbehalve zeker van dat dit daadwerkelijk de bedoelde Mike is. Maar ondanks die twijfel volhardt de Duitse aanklager in zijn uitleveringsverzoek. Maar niet alleen de politie maakt fouten. Op 18 maart 2003 komt de uitlevering van Kenneth Eigien voor de Amsterdamse rechtbank. En daar blijkt ook de Nederlandse rechtspraak doof voor het verhaal van de Nigeriaanse zakenman. De toenmalige advocaat van Eigien, meester Voren, overlegt de rechtbank maar liefst 51 documenten die aantonen dat zijn cliënt ten tijde van het nemen van de foto nooit in Turkije kan zijn geweest. Kenneth is met mij op een zitting van de rechtbank in Haarlem geweest. Tegelijkertijd zou hij in Turkije zijn geweest. Kijk naar de identiteitskwestie en doe er iets aan. De Hoge Raad heeft helaas dit advies naast zich neergelegd en gezegd, ja, hij kan wel bij Voren op kantoor geweest zijn, maar kan spoorslags naar Turkije als zijn afgereisd. Terwijl er geen bewijzen zijn van reizen, stempels in paspoort en dergelijke. Reden genoeg, zou je zeggen, voor de Nederlandse rechter om te twijfelen aan de juistheid van het Duitse uitleveringsverzoek. Want hoewel een uitleveringszaak voor de rechter normaal gesproken een formaliteit is, moet een rechter in geval van ernstige twijfel toch kijken naar de bewijzen die op tafel komen. Kenneth roept dat het een persoonsverwisseling moet zijn en wil dat de rechter naar de foto's van drugshandelaar Mike kijkt om dit aan te tonen. Maar de rechter weigert, ondanks de stukken, de zaak verder te laten onderzoeken. Sterker nog, ze weigert zelfs naar de foto te kijken van Mike. Als ze dat wel serieus had gedaan, dan was daar snel duidelijk geweest dat de verkeerde man in het beklaagde bankje zat. Ik vind dat men dan niet geschikt is om dit soort zaken te behandelen. Laakbaar. Laakbaar, ja. De rechter wijst het uitleveringsverzoek toe en de Hoge Raad bekrachtigt enkele maanden later die uitspraak.
De overbrenging van Kenneth naar een Duitse gevangenis lijkt dan nog slechts een kwestie van tijd. En een zware tijd, want Kenneth loopt haast tegen de muren op omdat zijn roep dat hij onschuldig is geen gehoor vindt. En dan komt het volgende staaltje van kortzichtigheid in deze zaak. Een Duitse professor in de forensische antropologie schrijft een rapport dat ontlastend is voor Kenneth E. Yen. Deze expert in het herkennen van personen aan de hand van gezichtskenmerken concludeert dat de gezochte Mike niet de gearresteerde Kenneth kan zijn. Die Schlussfolgerung vom Gutachten war völlig eindeutig. Das niedrigste von den neun möglichen, das extremste von den neun möglichen Prädikaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht identisch. Maar in plaats van dat de Duitse justitie met een open blik kijkt naar dit nieuwe bewijs, erkennen de autoriteiten het rapport niet omdat niemand van de Duitse recherche bij de fotovergelijking aanwezig is geweest. En dan komt de laatste en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid allergrootste fout in deze zaak aan het licht. De Duitse justitie komt er na een half jaar achter dat zij nog steeds geen recente foto's van Kenneth E. Yen heeft ontvangen. Het blijkt dat de Amsterdamse politie heeft nagelaten die foto's te maken onmiddellijk na zijn arrestatie, ondanks een expliciet verzoek van de Duitse justitie. Op 3 juli 2003 maakt de Amsterdamse politie een inhaalslag en krijgt de Nigeriaan alsnog bezoek van een politiefotograaf. En dan blijkt één beeld inderdaad meer te zeggen dan 1000 woorden. De Duitse Bundeskriminalamt vergelijkt de foto's van Kenneth met die van drugsbaas Mike. En de Duitse Rijkspolitie kan eigenlijk maar één ontluisterende conclusie trekken. Kenneth E. Yen is niet de gezochte drugscrimineel. Blunder die meteen aan het licht was gekomen als de Amsterdamse politie onmiddellijk zijn foto had genomen. Zoals door Duitsland ook was verzocht en die had doorgestuurd. Het is bovendien een fout die nog gecorrigeerd had kunnen worden als de Nederlandse rechter even de moeite had willen nemen om tijdens de zitting naar de foto van drugsbaas Mike te kijken en te luisteren naar het verhaal van Kenneth. Maar nee, in plaats van een foto voor zich te laten spreken, kiezen de wetshandhavers ervoor om een man maandenlang onschuldig in een cel te laten zitten. En er daarna nog vele woorden aan vuil te maken. Op 29 juli 2003 wordt Kenneth van het ene op het andere moment vrijgelaten. Na een overdonderende politieinval in zijn woning, een detentie van 7 maanden en de continue dreiging van uitlevering, staat hij ineens weer op straat, zonder enige vorm van excuses. Voor Kenneth E. Yen komt dan de klap. Zijn internetwinkel heeft maanden stilgelegen, waardoor hij in financiële problemen verkeert. Hij moet torenhoge advocatenrekeningen ophoesten. En hij kampt, naar eigen zeggen, met een posttraumatisch stresssyndroom, veroorzaakt door zijn ervaringen in de cel. Ons programma heeft in 2004 al eerder aandacht besteed aan de zaak van Kenneth E. Yen. Peter trok in die uitzending fel van leer tegen justitie. Het is toch niets anders dan een blunder. U probeert nou een beetje een wolk daaromheen te leggen, alsof het allemaal niet zo duidelijk was. Als die foto's meteen met elkaar waren vergeleken, dat heeft ook een Duitse professor vastgesteld, dan had die man geen dag hoeven zitten. En nu heeft hij 7,5 maand gezeten. Deze meneer heeft inderdaad 7,5 maand gezeten. Dat vinden we ook heel erg vervelend. Maar het is zo dat er op zich voldoende verdenking was om deze meneer vast te houden. Er was ook voldoende aanleiding om de uitlevering toelaatbaar te verklaren. Dat heeft de rechtbank ook gedaan. Dat is daarna ook nog eens bekrachtigd door de rechtbank. Terwijl die ook bekend waren met het verweerschrift. Collectief heeft men gefaald.
Nee, ik zou dat niet collectief falen willen noemen. Ja, het gaat wie wiens schuld is het dan dat iemand vast komt te zitten? In de uitleveringsprocedure gaat het erom dat op het moment dat een verdachte... Het gaat niet om de uitleveringsprocedures. Het gaat erom, mevrouw, echt waar, het gaat erom dat hij de man niet was. U draait eromheen. Nee, ik wil gewoon mijn zin afmaken. Ja, maar u draait er enorm omheen. Het gaat er niet om of hij een onschuldsverweer voert. Het gaat erom, hij was het niet. In onze uitzending kondigde de Nigeriaan aan dat hij een procedure wilde beginnen om alsnog excuses te krijgen van de overheid. Daarnaast wilde hij een schadevergoeding voor zijn kosten. Ten eerste heb ik mijn spaarpot allemaal opgemaakt. Ik heb nu zoveel schulden van de kosten van de advocaat. Dus ik moet van alle kanten geld gaan inzamelen om mijn zaken te gaan doen en de advocatenkosten te gaan betalen. En ten tweede over die geestelijke probleem. Ik heb voor een concentratieprobleem. Dus ik voel me gewoon deprimerend over alles. Als ik contact met politiek krijg, word ik gewoon woede. Ik heb zoveel irritaties in mij, want het kan gewoon niet wat de politiek of wat justitie met mij doet. Het kan gewoon niet. Kenneth had verwacht dat justitie dit beschaamt en dit uit eigener beweging zou rechtzetten. Natuurlijk had ik verwacht dat de Nederlandse staat excuses en schadevergoeding zou naar mij toe komen. Want ik dacht dat de Nederlandse staat moet fatsoenlijk met zijn burgers omgaan. Maar dat is niet het geval. Dat ik moet gewoon verder gaan vechten. Dat is toch onbegrijpelijk. Anderhalf jaar later, in oktober 2006... daagde Nigeriaan de staat der Nederlanden daarom daadwerkelijk voor de rechter. 3 jaar is er dan inmiddels verstreken sinds de dag dat Eyen op vrije voeten kwam. Kenneth heeft de Amsterdamse advocaten Veldman en Segers bereid gevonden zijn zaak te behartigen. De Nigeriaanse zakenman vindt dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld door na te laten foto's van hem te maken. Door dit verzuim heeft hij ten onrechte zo lang vastgezeten, meent hij. Maar de staat betwist dat. Volgens de landsadvocaat valt de Nederlandse staat niets te verwijten. De staat legt de schuld bij Duitsland, die om aanhouding en uitlevering had gevraagd. Nederland had dat volgens de internationale spelregels slechts uit te voeren. Volgens de staat is er geen direct verband tussen het nalaten van het maken van foto's en de duur van Eyens onterechte hechtenis. Het is volgens de landsadvocaat niet de taak van het aangezochte land om foto's te maken en versturen. En de landsadvocaat meent dat als de Duitse autoriteiten de foto's wel in een eerder stadium hadden ontvangen, ze nog steeds om zijn uitlevering hadden gevraagd. De rechtbank komt op 15 augustus 2007 tot een tussenvonnis. De rechter vindt de detentie van Eyen weliswaar rechtmatig, maar acht de Nederlandse staat wel aansprakelijk voor de schade die Eyen daardoor heeft geleden, omdat hij, naar later is gebleken, onschuldig heeft vastgezeten. Eyen heeft recht op een schadevergoeding, zo meent de civiele rechter, maar over de hoogte van dat bedrag moet nog worden beslist. Het is een belangrijke overwinning voor de Nigeriaan. Ik was gewoon heel blij. Maar mijn verhoogde was van kort duur, want ik had gehoord dat de staat gaat in hoger beroep. Dus die verhoogde was gewoon van een kort duur. Maar de zaak van Kenneth zou door Kafka kunnen zijn geschreven. De Duitse schrijver die beklemmende romans schreef over schuld, veroordeling en straf. In het laatste hoofdstuk van dit boek lijkt het er eindelijk op dat de staat zich moet verantwoorden. En dat er alsnog gerechtigheid komt voor Kenneth Eyen. Maar het boek blijkt alles behalve gesloten. En eens te meer lijkt de realiteit onwaarschijnlijker te zijn dan fictie. Of Kenneth zijn gelijk ook daadwerkelijk gaat krijgen? Ik moet het nog zien. Justitie heeft weinig zin om de oren naar het tussenvonnis te laten hangen. Zo wordt duidelijk uit het vervolg van de procedure die zich uitermate traag voortsleept.
De staat wil niet verder gaan dan een vergoeding van een klein deel van de advocatenkosten en slechts een minimale vergoeding geven voor de tijd die de Nigeriaan in detentie heeft doorgebracht. Een bedrag van €70 per dag. Of anders gezegd, zo'n €3 voor elk uur dat hij onterecht heeft vastgezeten. Afschuwelijk. Belachelijk. Want je bent gewoon wegpad van mijn familie. Je bent weggehaald van mijn zaak, van mijn kennis en van mijn hele leven. En jij wil mij €70 kan betalen? Nee, dat vind ik gewoon belachelijk. En er is meer. De landsadvocaat tovert een nieuw konijn uit de hoge hoed. Hij wil dat de rechtbank terugkomt van haar beslissing. Hij stelt nu dat de staat niet hoeft te betalen omdat justitie er geen schuld aan heeft dat Eigen onterecht vastzat. In afwachting van zijn uitlevering was de kans namelijk aanwezig dat hij zou vluchten, zo stelt de landsadvocaat. Eigen bezit namelijk 2 nationaliteiten en aangezien Duitsland geen uitleveringsverdrag met Nigeria heeft, was de staat dus wel gedwongen om Eigen in detentie te nemen. Zo onderbouwt de landsadvocaat zijn stelling. Dat vind ik belachelijk, want ik heb mijn hele leven hier in Nederland opgebouwd. Ik heb 2 winkels, mijn hele familie woont hier, mijn kennissen, alles. Waarom zal ik gewoon gaan vluchten? En trouwens, ik ben het niet. Dus waarom zal ik gaan vluchten? Dat vind ik gewoon belachelijk. Volgens de landsadvocaat moest justitie destijds aan de rechter de grootst mogelijke garantie geven dat Eigen niet zou vluchten en is daarom niet aansprakelijk voor de schade die Kenneth daardoor heeft geleden. Zo voert de landsadvocaat aan. Hij verzoekt de civiele rechter terug te komen op zijn vonnis. Dat vind ik schandalig, want de rechter heeft gewoon duidelijk gezegd dat de Nederlandse staat gewoon schuldig zijn. Dus de Nederlandse staat moet gewoon die lef hebben om een verlies te accepteren. De zaak Eigen begint daarmee uit te groeien tot de affaire Eigen. Een slepende kwestie die nu al bijna 6 jaar duurt en waarvan het einde nog lang niet in zicht lijkt. Kenneth Eigen, de man die ooit naar Nederland kwam om zijn dromen te realiseren, blijft echter strijdbaar tegen het overheidsapparaat dat hem in een nachtmerrie deed belanden. Ja, dit verwacht je in Kafka of achter het voormalige IJzeren Gordijn. Maar niet in Nederland anno 2008. En toch gebeurt het en wacht Kenneth nu al bijna 6 jaar op genoegdoening. Maar er gloort een klein beetje hoop. Justitie heeft de advocaat van Kenneth, meester Maurice Veldman, laten weten dat men nu toch over een schikking wil praten. Niet geheel toevallig valt dat voornemen samen met het feit dat wij weer aandacht aan de zaak gingen besteden. En, geloof het of niet, justitie zegt met droge ogen dat men bereid is 1/3 van zijn advocatenkosten te betalen. 1/3. En €70 per dag dat hij in hechtenis heeft gezeten. Nog geen €3 per uur dat je in de cel zit. En dat wordt je aangeboden door landsadvocaten die zelf €600 per uur rekenen. Wordt vervolgd. Goed, dan nu de Puttense moordzaak. We zijn bijna aan het einde van het 13e seizoen van mijn tv-programma gekomen. En vanaf het eerste seizoen in 1995 hebben wij uitgebreid aandacht aan de Puttense moordzaak besteed. Tot vandaag maar liefst 43 keer. Tot vervelend toe, vonden sommigen. Maar ik stond altijd op het standpunt dat het geen minuut te veel was. Als je wist dat er 2 mannen onschuldig in de gevangenis zaten. Het was een missie. Een missie die in Putten op tv ook altijd belangstellend werd gevolgd door Jan Pieper, de 62-jarige vader van de nu gearresteerde nieuwe verdachte Ronald. Naar eigen zeggen heeft hij vrijwel nooit een aflevering overgeslagen. De schok was dan ook enorm toen hij afgelopen dinsdagochtend vroeg van zijn bed werd gelicht en de politie hem vertelde dat er sterke aanwijzingen zijn dat zijn zoon Christel Ambrosius heeft verkracht en vermoord. Hij wil 1 keer zijn verhaal doen. En is daarom hier in de studio. Dag meneer Pieper. Goedemiddag.
Wat gebeurde er die ochtend? Ik lag nog op bed en we hadden net een beetje dat we wakker werden. En toen ging in één keer de deurbel. En het was 7:30 en normaal gesproken, 's morgens vroeg nooit iemand aan de deur. En ik ging op mijn ondergrond naar beneden toe en doe de deur los. Stonden de 4 man, stonden voor de deur. En die kwamen ons vertellen dat mijn zoon is opgepakt in verband met de moord op Christel Ambrosius. En toen dacht u, ik droom. Ja, het was gewoon onwerkelijk. Maar wat was uw eerste gedachte toen u hoorde, mijn zoon, de moord op Christel Ambrosius? Zoiets verwacht je niet van een jongen van je eigen. Nee. Je verwacht het van iemand anders, ver weg. Ja. Maar niet in de korte nabijheid. Ja. De moord is natuurlijk al enige tijd geleden, 14 jaar. Kunt u zich die dag in januari 1994 nog herinneren dat Christel werd vermoord? Dat kan ik het degelijk nog herinneren. Ik heb die dag heb ik het gaatje gekeken op televisie. De EK of de WK, dat weet ik dan niet meer. En een paar dagen later of een dag later hoorde ik dan dat Christel Ambrosius vermoord was. Ja. En waar was uw zoon die dag? Weet u dat nog? Weet ik niet. Was hij thuis? Mijn vrouw die heeft gezegd van hij is met zijn auto weggegaan. Maar hij was thuis die zondag? Hij was thuis die zondag. Hij is s'avonds ook thuis geweest met eten. En we hebben helemaal niks vernomen. Niks aan hem gemerkt? Niks aan hem gemerkt. Wat dan ook. Of joh. Hij was gewoon zijn eigen. Hij was zijnzelf. Vertelde hij veel over wat hij deed? Nee. Het was een gesloten iemand. Hij vertelde niet veel van wat hij gedaan had die dag. En kon u later merken dat hij geïnteresseerd was in de Puttense moordzaak? Was dat bij u thuis onderwerp van gesprek met hem? Nee, we hebben helemaal niks vernomen van hem. Hij heeft ook nergens over gehad. En we hebben ook helemaal niks bij hem kunnen ontdekken dat er wat gaande geweest is. Want hij was ook in de dagen na de moord gewoon thuis? Ja, hij was in die dagen ook gewoon thuis. Maar toen is er, neem ik aan, wel over gesproken. Want dat was natuurlijk in Putten het gesprek van de dag. Het was wel een gesprek van de dag. Maar hij reageerde er gewoon niet op. Wat voor een jongen is het eigenlijk? Want ik heb begrepen, hij heeft in feite een beetje een problematische jeugd gehad. Hij heeft een problematische jeugd gehad. Hij begon met dingetjes van school. Hij is na een jaar of 5, 6 is hij gaan naar internaat Valentijn in Nunspeet. Daar heeft hij 3,5 jaar gezeten. En daar konden ze hem op een gegeven moment ook niet meer helpen. Daarvan is hij gegaan naar Berk en Beuk in Nijmegen. En daar heeft hij een jaar of pakweg 3,5 jaar geweest. Maar dat ging altijd gepaard met problemen? Dat ging gepaard met problemen. Wat nou, in Nunspeet konden ze hem niet verder helpen. En wat voor problemen waren dat? Waren dat kleine misdrijven, diefstalletjes, geweldplegingen, dat soort dingen? Hij heeft in Nijmegen ook auto-inbraken gehad. Met een kameraadje van hem. Zijn naam die ken ik niet. Maar hij heeft er ook wel inbraken gepleegd in auto's. En had op een gegeven moment dat hij daar weg moest, werd door de leiding gezegd van seksueel contact gemaakt of iets van die gelijkstrekking met een meisje in de groep. En toen hebben ze hem alle minuut uit Nijmegen weggestuurd, ja, naar Ede toe op een onbekend adres. Ja. Heeft u wel eens iets gemerkt in de loop der jaren van gewelddadigheid van hem naar vrouwen toe, agressiviteit? Ja, hij heeft mijn vrouw heeft hij thuis al eens een keer een klap gegeven. En toen zat mijn vrouw met de zuster en de zwager bij ons in huis. En toen ik thuis kwam, toen stond er mijn vrouw bij de deur. En die zegt tegen mij van, ik heb rond de deur uitgezet. Want hij heeft mij geslagen. En waarom sloeg hij haar? Gewoon uit drift? Of? Ik denk dat het uit drift geweest is.
exact weten, weet ik het niet waar het om ging. Maar het zat in ieder geval, op dat moment zat het niet pluis. Nee. Heeft u wel eens gehoord van hem of anders dat hij Christel Ambrosius kende? Nee. Ik heb nooit van gehoord dat hij Christel Ambrosius kende of wat dan ook. Dan moet ik u een moeilijke vraag stellen. Denkt u met wat we nu weten dat uw zoon Christel Ambrosius heeft verkracht en vermoord? Ik zou het niet weten. Alleen het gesprek wat ik gehad heb met de regisseur, met de hulpofficier, dat de DNA 100% is, dan moet ik het geloven dat hij misschien dat gedaan heeft. Maar wij weten helemaal van niks. Tot de dagen nog niet. Nee, want als hij haar niet kende, en het is dan ook nog gebeurd in het huisje van haar oma, dan wordt dat toch wel een moeilijk verhaal, hè? Wordt een heel moeilijk verhaal. En ik vind het ook heel erg dat het gebeurd is. En dat heb ik altijd gezegd. Degene die dat gedaan hebben, die moet ze gewoon oppakken. En achter de tralies zitten en nooit meer loslaten. En als hij het gedaan heeft, dan mogen ze van mij opsluiten met TBS en alles. En dat hij nooit in te nemen meer loskomt. Ja? Ja, dat vind ik uit de grond van mijn hart. Dat is nogal wat, dus als u dat als vader zegt. Ik ben een vader dan. Maar ik vind, degene die zoiets doet, die moet ze gewoon opsluiten en nooit meer loslaten. Nooit in te nemen meer. Want als het zo is, dan ben ik, of zijn wij, moet ik zeggen, mijn vrouw hoort er ook bij, dan zijn wij de ouders van. Die twee uit Putten, die hadden vrouwen, dat waren vrouwen van. Ja. Maar nu zijn wij de ouders van. Ja. En dat doet ons heel veel pijn. Want we hebben gisteren een gesprek gehad met de twee, met Herman en Wilco en de vrouwen erbij. En we waren buiten toen het gesprek afgelopen is. Toen is mijn vrouw in elkaar gezakt in de auto. En ik heb de psychiater gebeld. En we konden alle minuut bij de psychiater komen voor het gesprek. Inmiddels weten we dat uw zoon ook een keer is opgepakt omdat hij zijn partner, zijn vriendin, ernstig heeft mishandeld. Wist u daarvan? Dat wist ik van. Die vriendin van hem, die heeft ons gebeld. En toen hebben we tegen haar gezegd van, je moet aangifte doen bij de politie. Ze liet ons een bandje horen dat er wat gebeurde in het huis. Had ze dat opgenomen? Dat had ze opgenomen. Hoe, dat weet ik niet. Maar dat werd door de telefoon naar ons toegebracht. En wat gebeurde er? Wat hoorde u daarop? Hoop gegil, hoop geschreeuw. Niet doen, Ronald. En glasgerinkel van een kast. Dat in de gang stond of in de kamer of wat dan ook. Het was wel een hele heftige mishandeling. Dat was een hele heftige mishandeling. Anders heeft ons ook later weer gebeld dat ze in het ziekenhuis gelegen heb. Want die had er van achteren een schop gegeven. Dat de bekken naar voren geschoten was. En dat ze weken in het ziekenhuis gelegen heb. En dat ze weken ook revalideren moest. En dat vonden we heel erg. Maar wij konden helemaal niks voor haar doen. Uw zoon is in 1997 ook een keer veroordeeld voor een ander delict. En een bizar toeval was toen het gevolg. Want hij kwam terecht in dezelfde penitentiaire inrichting als waar ook Herman Dubois en Wilco Fiets op dat moment zaten, ten onrechte veroordeeld voor die Puttense moordzaak. Dat is wel bizar, zeg. Dat is ook heel bizar. Want ik wist niet dat Herman en Wilco daar in de Grittenborg zat. Ja. Heeft Ronald er toen iets over gezegd tegen u, van over die twee van Putten? Ja, heeft gezegd van het is eigenlijk rot voor ze dat ze hier zitten. Want ze zitten onschuldig. En ja, die gedachte, dat laat me ook niet meer los. Hij zei met zoveel woorden, want ze zijn onschuldig. Ja. Maar u realiseerde zich op dat moment niet dat hij dat zei omdat hij daar meer over wist. Dat wisten wij niet. Nee. Hij zat daar alleen voor kruimeldiefstallen en voor de rest wisten wij helemaal niks. Ja. Wat doet dit alles nu met u? Heel veel. Ja? Heel veel. Want wij zijn
totaal los. We zijn kapot. Mevrouw, die wou graag mee hierheen. Maar ze had het moed niet om hierheen te gaan. Want ze kon niet meer. We hebben gisteren een gesprek gehad. Ze was gisteren totaal los in de auto. Vanmorgen was ze helemaal totaal los. Slaapt nachten. Nachten slaapt ze niet. Want ze zit volop in de medicijnen. Dit is een nachtmerrie. Dit is nog een completere nachtmerrie als dat wij al hadden van mijn zoon, van die periode wat hij allemaal geflikt heeft. U heeft al een poosje geen contact meer met hem gehad. Gaat u hem opzoeken straks? Nee, absoluut niet. Nee? Ik heb hem in de Grittenborg heb ik tegen hem gezegd, dit is de eerste en de laatste keer dat ik je opzoek in de gevangenis. Of kom je nou 10 keer in de gevangenis te zitten? Ik zeg, ik kom geen ene minuut meer naar je toe. Dit is de eerste en de laatste keer en ik doe het niet meer. U heeft niet de behoefte om hem een keer aan te kijken en te zeggen van, wat heb je die mensen aangedaan? Nee, ik heb op dit moment helemaal geen behoefte om te zien. Het enige is, als er een rechtszaak is, dan ga ik erheen. Ga ik gewoon in de tribune zitten. En dan gaat mijn schoonzoon en mijn dochter die gaan mee. Mijn vrouw die wil niet mee, want ze zegt, als ik hem zie, dan sla ik hem verrot. Heftig. Dat is heel heftig. En ze doet het, want ze is helemaal buiten zinnen. Ik trouwens ook. Ik ben ook buiten zinnen. Hij heeft me in het verleden ook al 3 keer over gekneusde ribben bezorgd. Hij is naar u toe ook gewelddadig geweest. 3 keer over dat ik gekneusde ribben had. En ik heb 2 keer over op politiebureau gezeten. Met aangifte doen. En dan werd hij opgepakt. En dan een uur of 1,5 uur later kwam hij weer vrolijk vlierend fluitend kon hij naar huis toe. En we kunnen hem ook niet op straat laten staan op dat moment. Nee. Maar toch, ik liep wel weken met gekneusde ribben. Bedankt voor uw komst naar de studio. Ik wil nog 1 ding vragen. Ja. Naar de mensen die mij kennen en mijn vrouw kennen en mijn dochter en mijn schoonzoon en mijn kleinkinderen. Laat ons met rust. De pers, de televisie, laat ons met rust. Ook de buurt, laat ons met rust. Want wij hebben met deze zaak helemaal niks te maken. Wat hij gedaan heeft, dat vinden wij verschrikkelijk. Als het zo uitkomt dat hij het gedaan heeft, dan moet hij de zwaarste straf krijgen wat er maar te halen is. Goed, dank u wel. Ik vond het dapper dat u hier was. Graag gedaan. Graag gedaan. Na de reclame praat ik met de 2 van Putten hierover door. Maar ook met de mannen die met ons op de barricade stonden. Oud-hoofdcommissaris Jan Blauw en advocaat Geert-Jan Knoops. Tot zometeen. Op 14 november 1995, op mijn verjaardag, voor de eerste keer aandacht aan de Puttense moordzaak besteden, kon ik niet vermoeden dat er nog 43 reportages zouden volgen. We bijna 13 jaar verder zouden zijn eer de ontknoping zich zou aandienen. Maar het is elke seconde waard geweest. En toen we eraan begonnen, wist ik uiteraard ook niet dat het zo lang zou gaan duren. Daarom even een kleine terugblik. Alvorens ik aan u allen de gelegenheid geef om vragen te stellen, wil ik een bijzonder woord van welkom richten aan Peter de Vries. Peter, jij hebt met je team de afgelopen 14 jaar een belangrijke rol gespeeld om de Puttense moordzaak actueel en op de agenda te houden. Daarvoor, dat is heel bijzonder, willen we jou als eerste vragen jouw reactie te geven, wat jij vernam toen je dit nieuws hoorde, en aan jou de gelegenheid te geven om als eerste een vraag te richten aan Peter of aan Teun. Nou, dankjewel. Ik vind dat een buitengewoon mooi gebaar wat hier gemaakt wordt. Mijn eerste reactie, dames en heren, is dat ik 30 jaar in de misdaadjournalistiek zit en dat dit zonder twijfel de mooiste dag is uit die 30 jaar. Come up to meet you, tell you I'm sorry. Zien dat dit gewoon niet kan. En dat er wat moet gebeuren, maar ik weet ook niet wat. Ik hoop alleen maar
hulp krijgen met iemand me wat aan kan reiken van dit of dat kun je doen. Natuurlijk hebben wij de politie om commentaar gevraagd in deze zaak. We gingen hier echter niet op in. Voor hen is de zaak opgelost en daarmee gesloten. De waarheid is dat we allemaal onschuldig zijn. En de jongens zijn ook onschuldig. Wat de twee mannen verklaarden te hebben gezien, is gewoonweg onmogelijk. Het kan in ieder geval ertoe geleid hebben dat de druk zo opgevoerd is dat ze een valse bekentenis hebben afgelegd. Ik heb hier het vervelende gevoel dat de mogelijkheid bestaat dat hier nog iemand vrij rondloopt die niet vrij had mogen rondlopen. Ik wou wel staan over de Puttense moordzaak. Wanneer gaat u daar nou eens wat aan doen? Wijst de aanvraag tot herziening af. En dat oordeel nu wettigt volgens de Hoge Raad een ernstig vermoeden dat als het Hof destijds daarmee bekend was geweest, u zou hebben vrijgesproken. Eindelijk gerechtigheid dus. Deze slepende affaire, die zoveel levens jarenlang volledig heeft ontregeld. Het feit dat de familie van Christel een paar meter achter mij zit en blijven geloven dat ik de dader ben, dat houdt me elke dag bezig en dat vind ik heel erg. Omdat ik echt met de stelligste overtuiging tegen u kan zeggen, alles wat er überhaupt nog zou kunnen gevonden worden zal nooit naar mij wijzen, omdat ik daar simpelweg nooit geweest ben. Het Hof verklaart er aan Herman Dubois en Wilco Fiets onder één, voor zover aan het oordeel van het Hof onderworpen, en al het aan hen onder twee te lasten gelegde niet bewezen en spreekt het daarvan vrij. Stelt u zich eens voor dat je jarenlang met een zaak bezig bent en ineens op een goede dag een telefoontje binnenkomt van het Nederlands Forensisch Instituut met de mededeling dat er een DNA-match in onze zaak is. Ik kan u zeggen, eerst verbazing, vervolgens ongeloof en daarna opluchting en blijdschap. Dank. Ik ga morgen de dorp heen lopen. Hoe? Ja, maar mijn neus is heel erg en zo mijn borst verlaat en ik loop de dorp heen. En ik hoop dat iedereen me aanspreekt. Nou trek ik een lange neus. Nou ben ik aan de beurt. Of wij zijn aan de beurt. Ja, 13 jaar en 43 reportages. We zijn ouder, een snor kwijt, grijzer en wijzer. En we weten nu dat we al die tijd gelijk hadden. Alleen nog niet gelijk kregen. Ik praat daarover met het team dat jarenlang voor en achter het scherm aan het rechtzetten van deze gerechtelijke dwaling heeft gewerkt en nog één keer hier in de studio in de oude samenstelling bij elkaar is. Jan Blauw, Geert-Jan Knoops en de twee hoofdrolspelers zelf natuurlijk, Herman Dubois en Wilco Fiets. Nou, heren, daar zitten we weer, hè? Ja, daar zitten we weer.
Herman, begint het al een beetje door te dringen allemaal? Want in het begin van de week was het allemaal nogal onwerkelijk voor je. Ja, het was heel onwerkelijk. En gelukkig na een paar dagen en een beetje rust, ja, begint het erg door te dringen. Ja. En ik ben er erg blij mee ook. Ja. Deze week hebben jullie ook een gesprek gehad met de vader van de verdachte, Jan Pieper. We hebben hem net gezien. Hoe was dat gesprek voor jullie? Want hij is, ja, zijn zoon is er waarschijnlijk toch verantwoordelijk voor dat jullie al die tijd voor niks in de gevangenis hebben gezeten. Ja, maar daar kan die man ook niks aan doen. En ik was er best wel. Ik vond het zo knap dat die man de moeite nam om naar het politiebureau te komen. Om ons in de ogen te kijken en sorry te zeggen. Die man die had zoveel ellende. Voor zijn eigen gezin. En dan nog zo netjes om ons te komen en zeggen: alsjeblieft, wij wisten het echt niet. Dus sorry. Ja, fantastisch. Emotioneel gesprek? Emotioneel gesprek, ja. Ja, veel mensen stonden te brullen. Ja? Ja, echt. Het was, ik vind het ook zo dapper. Dat, het slaat in één keer om voor die mensen. Wat wij 14 jaar gehad hebben, dat krijgen hun nou in één keer. En ze hebben er niet om gevraagd. Het overkomt ze. En kan je daar dan in verplaatsen? Of heb je zoiets van, nou ja, dat is zijn schuld. En dat moet hij maar zelf uitzoeken. Nee, want wat ik al zeg, die man die kan er niks aan doen. Het is zijn zoon. En dat ja, ik vind het echt vreselijk voor die mensen. Dat ze nou in een, ja, die hype terechtkomen wat wij ook allemaal gehad hebben. Pers die alles maar probeert uit te vogelen en modder eventueel gaat gooien. Je weet het niet wat er nog allemaal gaat komen. Ik vind het, ja. En dan nog gelijk in het begin zeggen: ik wil contact met die jongens om hun excuses persoonlijk aan te bieden. Dan denk ik, joh, dat je daar überhaupt op dit moment even aan kan denken. Dat is gelijk. Ik vind het zo moedig, zo, ja. Fantastisch. Ja, fantastisch. Laten we het even hebben over die zoon van hem. Er is gebleken dat hij notabene bij jullie enige tijd in de gevangenis heeft gezeten in de Grittenborg. Dat is toch te bizar voor woorden eigenlijk. Ja, absoluut. Ik zat er gisteravond nog aan te denken. En toen zei ik ook tegen Anja, je moet nagaan dat hij misschien 3-4 tafeltjes verder gezeten heeft. En geweten hebt dat wij daar onschuldig zitten en toch niks gezegd hebben. Dat is bizar. Dan kun je ook zien hoe hard hij is of ja. Tot er wat met hem aan de hand is. Maar jullie hebben geen beeld voor ogen van hem, hè? Het staat absoluut je niet bij. Niet, nee. Nee, dat is ook... Maar dat is ook... In die hele tijd dat... Vooral ik ook gezeten, even naar mezelf gerekend. De mensen waarmee ik gezeten heb, die uit dezelfde streek kwamen, nog niet eens uit hetzelfde dorp, maar twee dorpen verderop of zo, die herinner ik me globaal wel. En ik weet zeker, ik heb hem nooit gesproken. Want... Maar de kans is natuurlijk ook buitengewoon groot dat hij dacht, bij die twee moet ik uit de buurt blijven. Want stel je voor dat ze gaan vragen waar ik precies woonde en noem maar op. Dan gaat er misschien nog een bel rinkelen. Ja, ik denk dat er gebeurd is. Want ik, op dat moment toen ik daar zat, en in 97 had ik best wel een functie in de baas, dat ik de hele gevangenis door mocht. Maar ik herken hem echt niet. Ze hebben foto's laten zien van de politie, maar nee. Het zegt me niks. Oké. Jan Blauw, ik zei deze week dat het de mooiste dag van mijn carrière was. Nou bent u al wat langer actief dan ik. Maar gold dat ook voor u eigenlijk? Ja, precies hetzelfde. Ik reken het toch ook maar tot mijn carrière. Het is een gebeurtenis waar je van gedroomd hebt, voortdurend. Dat je dacht, nou, ik zou willen dat vandaag mijn telefoon eens gingen, dat ik de politie Noord- en Oost-Gelderland aan de lijn had met een blijde boodschap. Ja. Dat is ook gebeurd. In eerste instantie, overigens, 's morgens vroeg al, gebeld door de echtgenote, door Anja, van Herman. Die bezoek had van de recherche. En 10 minuten later door de recherche zelf. En dan, op zo'n moment denk je, dit kan toch niet waar zijn. Maar het is het wel. Gelukkig wel, ja. Het is het wel. Ja. Nou is de verdachte een knul die destijds maar 18 jaar was. Ja. En die op steenworp afstand van de plaats delict woonde. Verrast u dat nou?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb altijd het standpunt gedacht. Je moet een vent A in Putten zoeken en B zo dicht mogelijk bij de plaats delict. En dat hij dan in de aanvang buiten beeld is gebleven is ook nog verklaarbaar. Immers na 3 weken onderzoek ongeveer had men de beide daders. Ja. Dus dan is de rest niet interessant meer. En ze waren toen ook niet erg te porren om nog eens verder te kijken, hè? Dat sowieso niet. Men zat met de hele ploeg in de tunnel, ja, in de bekende tunnel. En later, na de veroordeling, was men helemaal niet meer bereid om te luisteren naar andere geluiden. Niet het minst. Nu blijkt eigenlijk eens te meer dat hele eerste onderzoek 14 jaar geleden op drijfzand was gebaseerd. Dat helemaal niet klopt en onjuist is en gemanipuleerd is. Vindt u nu dat nog gevolgen moet hebben voor de mensen die daarbij betrokken waren, die daar leiding aan gaven? Want zij hebben gezeten en ze zijn wel vrijgesproken, maar er heeft niemand een keer een tik op zijn vingers gehad, nee, eigenlijk. Precies, maar dan is de vraag, waar begin je en waar eindig je? Want ik wijs erop dat 2 jaar voor de vrijspraak, waar heb ik toch in het boek datgene geschreven wat we in de uitzendingen allemaal gezien hebben. Er was niemand bereid om te luisteren. En het antwoord dat je kreeg, ook van of namens de minister door de procureur-generaal, dat kwam erop neer. Ze zijn veroordeeld, ze zijn terecht veroordeeld. En bemoeien er verder maar niet mee. Sterker nog, binnen een maand na de vrijspraak in 2002 verschijnt er een artikel in het Blad van Justitie, opportun. Hoezo blunders in de Putterse moordzaak? En niet van de eerste de beste, maar van de toenmalige procureur-generaal zelf. De hoogste justitiebaas. En mijn antwoord daarop geweest in een column in het Algemeen Dagblad luidde onder de kop: justitiële arrogantie voorspelt weinig goeds. En 2 jaar later hadden we Schiedam drama. Ja. Meneer Knoops, wat vindt u daarvan eigenlijk? Vindt u dat er mensen ter verantwoording moeten geroepen, worden geroepen? Inderdaad, de toenmalige procureur-generaal, de super-PG, die dan zegt, er zijn geen fouten gemaakt. Het was een soort van verschil van inzicht met de rechter. Gesteld dat dit de oplossing is van de Putterse moordzaak, want dat voorbehoud moeten we natuurlijk maken, dan vind ik dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Vergeet niet dat de historie van deze zaak aantoont dat er 4 rechtelijke colleges naar deze zaak hebben gekeken. De Hoge Raad heeft er 2 keer naar gekeken voordat het heropend werd. En dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Voeg daarbij inderdaad de arrogantie van het OM om te blijven volhouden na de vrijspraak, hoezo blunders. Voeg daarbij de opmerking van de top van het OM dat het alleen een interpretatieverschil zou zijn geweest van het bewijsmateriaal. Dan kunnen we de ogen niet sluiten dat als dit de dader is, deze jongen die nu is opgepakt, dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is om dit nu valikant terug te draaien. Er zou dan absoluut een rehabilitatie moeten komen van de Nederlandse staat. En dat is wel zelfs dat de premier zijn excuses aanbiedt aan Herman en Wilco, hè? In ieder geval de Nederlandse regering, dus de Nederlandse staat. En we hebben een goed voorbeeld van de Britse regering 2 jaar geleden, waarbij Tony Blair aan de befaamde Birmingham Six, de mannen die destijds voor vermeende IRA-aanslagen ten onrechte werden veroordeeld, Tony Blair excuus heeft aangeboden namens het Britse volk aan deze mannen. Zij het laat, maar dat was voor deze mannen meer waard dan een grote zak met geld. En het is met Herman en Wilco ook zo geweest dat eigenlijk tot het moment van de aanhouding justitie is blijven volhouden, of in ieder geval indirect, dat zij de daders waren. Als het gaat om gevolgen voor personen binnen justitie, denk ik dat we spreken nu niet meer over een incident. We hebben het hier over een aantal gevallen die nu zijn aan te wijzen. Er komen nog 2 belangrijke zaken bij de Hoge Raad waar dezelfde symptomen zich aandienen. Dat denk ik niet zonder gevolgen kan blijven. En dat, kijk, tot dusver is de rechterlijke macht buiten schot gelaten door de commissie Posthumus. Omdat men heeft gezegd, ja, de rechterlijke macht moet om staatskundige overwegingen niet voorwerp van onderzoek zijn. En het gaat niet alleen om de rechterlijke macht. Het gaat ook om, het begint al bij het rechercheonderzoek. Daar is de boel al helemaal ontspoord. Vindt u dat daar, laat ik maar zeggen, koppen moeten rollen?
Nou, ik vind dat daar wel maatregelen moeten worden getroffen. Want ik roep in herinnering dat de rechtercommissaris in deze zaak en de behandelend officier van justitie destijds bij het Hof in Leeuwarden onder Ede hebben volgehouden dat er in deze zaak geen fouten waren gemaakt, dat het onderzoek correct was uitgevoerd en destijds de zaaksofficier volhield nog steeds overtuigd te zijn dat dit de daders waren. Nou, dan kun je denk ik niet in een normale samenleving waar mensen die fouten maken wel daarop worden afgerekend bij een overheidsorganisatie dat ongemerkt laten passeren. Wat die maatregelen zouden moeten zijn, dat is denk ik nu nog te vroeg. Maar ik denk dat je nu deze zaak die in wezen qua ernst uitstijgt boven de Schiedammer Parkmoord, waarbij ook meneer Blauw, en die mening deel ik, in 2002 al heeft gezegd, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Toch de overheid de ogen heeft gesloten heeft gelaten, kan dat niet zonder gevolgen blijven. Natuurlijk, we moeten eerst vaststellen of dit de oplossing van de zaak is. Maar ik vind dat je nu niet kunt spreken zoals Donner dat zei bij het Schiedammer Parkmoorddebat. Het gaat om een incident. Nee, het gaat nu, deze zaak toont aan dat het veel structureler mis is met ons rechtssysteem. Ja. Herman, zou jij blij zijn met excuses van de premier? Ja, ik zou het ook terecht vinden. Maar de premier vind ik nog niet zoveel. Maar ik vind het meer de politie, de recherche die ons verhoord heeft. Die hebben nou functies bekleden die veel hoger dan toen. Nou, ik vind dat schande. Ik vind gewoon... Maak je daar kwaad over? Ja, best. Ik vind gewoon tot daar de koppen moeten rollen. Want dat is het belangrijkste wat er is voor mij. Ja? Ja, ja, absoluut. Dat is pas echt genoeg doen. Ja, ja. Want moet kijken, bij ons in Putten is er gewoon iemand... heeft daar leiding gekregen van de politie. Is nou alweer weg, maar had de leiding. Die in onze zaak gewoon daardoor... gepromoveerd is naar boven toe. Nou, dat kan toch niet waar wezen. Dus excuses moeten er wel komen? Op zeker, ja. Nick Knoops, u vindt ook dat er nog eens gekeken moet worden naar de schadevergoeding die zij destijds hebben gekregen toen ze werden vrijgesproken. Waarom? Wederom gesteld dat de man die nu is aangehouden de dader is, dan is er nu een situatie van bewezen onschuld. Dat is natuurlijk best uniek dat je dat in een systeem kunt aantonen, dat iemand echt feitelijk onschuldig is. Het Hof is destijds wel uitgegaan van een schadevergoeding voor de dagen die ze hebben vastgezeten in voorarrest en detentie. Maar als het Hof toen had geweten wat we nu weten, namelijk dat feitelijk kan worden aangetoond dat zij onschuldig zijn doordat de werkelijke dader, vooropgesteld dat dit de man is, was aangehouden, had dat natuurlijk geleid tot een hogere schadevergoeding. En ik denk... Dus wellicht komt daar nog een aanvullende claim dan? Nou, Herman en Wilco hebben dat met ons besproken, dat wat zeker in overweging houden. Nogmaals, het gaat hen niet om een zak met geld. Nee, want ik was verleden week nog bij je, Herman. Hè. Toen was deze man nog niet opgepakt. Ja. Toen heb je nog zoiets gezegd, dat je wel alles zou willen opgeven om die werkelijke dader te pakken. Dat is het belangrijk. Het gaat niet om het geld. Absoluut niet. Het is misschien goed om te benadrukken dat ons kabinet heeft de mond vol van de morele waarden en normen. Het rechtssysteem moet integer zijn. Dan zou dit bij uitstek het moment zijn om dat nu zwaar te maken. En wat is er mis mee? Samen met die excuses dan. Exact. Waarvan akte? We moeten er even uit voor de boodschappen. Na de reclames wil ik van jullie graag weten wat in jullie ogen deze man voor straf moet krijgen als hij schuldig wordt bevonden. En in hoeverre meegewogen moet worden dat jullie 7 jaar voor niks hebben gezeten. Tot zometeen. We zijn weer even terug bij het oude Putten-team en we praten na over alle gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen week. Meneer Blauw, het zijn niet alleen de rechters geweest die verkeerd hebben geoordeeld, maar in de loop der tijd zijn wij, en zeker ook u, nogal eens beschimpt en bekritiseerd door bijvoorbeeld politiemensen die u als een verrader zagen omdat u alle misstanden aan de kaak stelde. En er zijn natuurlijk ook nog heel wat journalisten geweest ook, die na de vrijspraak bleven schrijven en beweren van ja, maar er zit toch een luchtje aan en wij zijn er allemaal niet zo van overtuigd. Kijk, het is niet in dank afgenomen wat ik geschreven heb in 2000, dus 2 jaar voor de vrijspraak. En dat kon je merken ook als je met collega's praatte. En ik herinner me er één die zei, joh, moest dat nou allemaal wel wat je daar geschreven hebt, want je moet elkaar toch blijven dekken.
dat vond ik een verschrikkelijke uitspraak. En ik heb hem gevraagd, ja, wat, als je nu de wetenschap hebt, de overtuiging hebt dat er twee onschuldigen in de gevangenis zitten, hou je dan je kiezen op elkaar? Waarop die van schouders ophalen. Nou ja. Maar weet je dan wel zeker dat ze onschuldig zijn? Want, en dan komt het dus weer een heel verhaal. Het is toch een vreemd stelletje enzovoort. Hè? Dit soort verdachtmakingen. Er is een ommekeer gekomen, moet ik er aan toevoegen, na de vrijspraak. Niet alleen in Noord-Oost-Gelderland, maar ik ben, waar ik dus aan het team adviezen heb kunnen geven. Maar ik ben ook op een aantal, bij een aantal door een aantal korpsen uitgenodigd om het verhaal te doen onder de titel Tunnelvisie. En dat liep van Groningen tot in de Volksrepubliek Limburg. Maar ook, ook Noord-Oost, Noord-Oost-Gelderland was erbij en Rotterdam uiteraard. Dus dat was wel een omslag in. Maar in eerste instantie een beetje badinerend. Wat denk jij dan wel? Enzovoort. Ja. Ik herinner me, hè, u zegt er is een ommekeer gekomen, maar ik herinner me nog tijdens het herzieningsproces in Leeuwarden dat daar de voormalig officier van justitie werd gehoord. Ja. Die vervolgens, terwijl die ook onder ede stond, eigenlijk met zoveel woorden zei van, nou ja, goed, er is hier een heel circus aan de gang, maar ik blijf ervan overtuigd dat die twee mannen gewoon schuldig zijn. En dat zal nog wel eens blijken ook. Ja, dat zal wel, ja. Nou, en nu blijkt het dus, hè, hoe het zit. Ja. Lijkt mij, ik weet wel, het laatste woord is in deze aan de rechter natuurlijk. Maar het is toch, het lijkt me toch wel, wel duidelijk. En overigens heeft een ieder die daar is komen getuigen in Leeuwarden, we zijn er 10 dagen geweest, alles met elkaar niet waar, diezelfde verklaring gegeven. Dit zijn de daders. Er was er zelfs één bij die Wilco zo aanwees als zonder enige twijfel ook, de man. Laten we dat ook niet vergeten, de advocaat-generaal, de aanklager, die heeft ook nog tijdens dat proces opnieuw weer 10 jaar gevangenisstraf geëist. Hè? Precies, en om het dan helemaal af te ronden, ik heb het straks al even aangeroerd, die waren de procureur-generaal, die dan komt met hoezo blunders in de Puttersmoordzaak. Het was dus iedereen overtuigd, nou, we hebben het wel bij het rechte eind gehad, hier zitten de twee schuldigen. Waar praat je nog over? Herman en Wilco, er is ook nog de moeder van Christel Ambrosius. Daar moet je natuurlijk altijd mededogen mee hebben en mild over zijn. Maar die heeft van de week toch nog in de pers gezegd van, nou, voor mij is er niks veranderd. Er is nu iemand opgepakt die misschien dan seks met mijn dochter heeft gehad. Maar dat sluit helemaal niet uit dat die twee, jullie, gewoon nog de moordenaars zijn. Ja, dan kun je zien hoe het eigenlijk speelt in Putten. Dan kun je zien, na 14 jaar blijven ze gewoon volharden tot wij de daders zijn. Of wordt straks door de rechter bepaald dat het niet zo is, denk ik nog dat de moeder en de familie precies hetzelfde doen. Die willen het niet weten. Die willen het niet weten. Waarom? Komt misschien te kort bij, te dichtbij, ik weet het niet. Wat voor straf moet nou de echte moordenaar krijgen? Even los van de vraag of dit nou die gearresteerde jongen is, ja of nee. Wat vinden jullie dat hij moet krijgen? Ik denk dat hij 18 jaar een TBS krijgt. En kijk, ik ga wel zeggen levenslang, maar dat is meer uit kwaadheid. Maar dat zou jou wel goed doen als dat gebeurde. Ja, wat logisch is. Ja. Jij, Wilco, wat vind jij? Ik denk er net zo, levenslang, dat is je gevoel. Want het is, hij heeft de familie van Christel heel wat aangedaan, maar hij heeft ook nog eens een keer 2 families extra. Er gewoon helemaal proberen door onder de door te laten halen. Nou zijn we gelukkig met z'n allen sterk geweest. En vechtlustig en strijdlustig. En dankzij jou ook. Ja, is het altijd, ja, geestelijk toch wel behoorlijk. Konden we een drijf houden. Hoe voel jij je naar hem toe? Nou, als hij het gedaan heeft. Kijk, gevoelde ik nou op. Ik haat hem echt. Want het is niet niks. En dan nog bij de wetenschap tot je 3 tafels verderop gezeten hebt met hem. En dan gewoon doorgaan. Ja. Had je toen maar geweten. Dan was het niet goed. Als je dat verhaal in een fictieboekje schrijft. Ja, dan geloof je het niet. Dan vinden ze dat te sterk. Een beetje overdreven. Ja, wat hier, Kunnen jullie nu, als deze man de dader blijkt te zijn, een nieuw leven beginnen? Is dat een nieuwe fase? Ja, ik denk het wel. Want dan kunnen we eindelijk een boeg dicht houden. En we verder gaan met ons leven. Want ik heb dag en nacht geknokt ervoor. Nou, ik hoop dat dat lukt. Hoop ik ook. Bedankt voor jullie komst.
Dit was onze aflevering van vanavond. Nummer 44 over de Puttense moordzaak. In een week die we nooit zullen vergeten. Maar volgende week zijn we er natuurlijk gewoon ook weer. Op dezelfde tijd, op dezelfde plaats. En reken ik op u, zoals u altijd op mij kunt rekenen. Alleen kan ik niet garanderen dat dit weer 14 jaar lang is. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, and tell you I set you apart. So tell me your secrets and ask me your questions. And no, let's go back.